naar de techniekdag in Geelze. Dat is bij Willemse Staalconstructies. Daar hadden ze gevraagd dat ik ook kwam. Dus toen dacht ik maar, neem ik de pick-up mee. Dat is leuk om voor de jeugd te zien. En de barbecue ook. Dan kunnen ze mooi zien wat je allemaal met techniek kan maken. Ik ga daar staan te lassen en demo's geven. En ook nog wel wat uitleg over deze twee voertuigen. En ze hadden ook gevraagd om een video te maken en op YouTube te zetten. En die zijn jullie nu aan het kijken. Het is nu 7 uur, dus wij gaan rap naar Geelze toe. Zo, we staan hier op het terrein. Dan ga ik nu eerst eens even de kar lossen en dan gaan we binnen kijken. Zo, dit is hier mijn plekje. Ik heb een voertuig neergezet. Vandaag op tafel gaan we lassen. Dat was het gewoon. Je houdt aan de arm, dus kunnen we hem omhoog bewegen. Dat was wel handig. En ik zou werkstuk maken voor mijn kwaklas. Dat is niveau 1, die ik toen voor mijn examen heb moeten doen. En die gaan we overal alles aan doen en dan gaan we beginnen. Dit is Tigo, die volgt mij ook op YouTube. Leuk dat je bent gekomen. Ja. Ik zal een stukje voordoen. Ja. Dan zie je natuurlijk heel stuk van frame en stuurinrichting zit hier. En van de elektronische antenne. En hier zit ook nog een radio. Nou ja, ik vind het een mooi initiatief dat de jeugd, zoals jij zelf wordt geïnteresseerd voor belasting. Nou ja, ik ben nu zelf 13 jaar. Ik heb zelf bij onze lasopleiding gevolgd. Nou ja, ik vind het tof om te zien dat de jeugd hier enthousiast voor wordt gemaakt. Ja. Thank you.
Ja. Ja, de kerk is dan even duur, hè? Ja. Zo, ik heb heel boel gelast. Ik heb me overal even uitgedaan, want het is bloedheet vandaag, 30 graden. En we gaan eens even een rondje lopen, want die staan natuurlijk nog veel meer bedrijven. Zo, staan jullie bij het volgende bedrijf? Mag ik vragen wat jullie doen bij het bedrijf? Ja, ik werk voor Wismon. En Wismon is een opleidend instituut. En wat wij doen, is wij helpen kinderen en ook volwassenen om wat meer kennis te maken met techniek. Okay. Dus dat is best handig. En wat ik vandaag hier doe, moet een beetje draaien. Zo. Moet je zelf ook op, hè? Ja, ja. Moet ik daar nog heen lopen staan? Dus, je moet even zitten, Kim. Je mag niet staan. We laten ze kennis maken met virtual reality. Ze gaan eerst een wereldje inrichten met allerlei bomen, huizen, dieren en zo. En vervolgens kunnen ze daar zelf naar kijken. Dus als je zelf zin hebt zo, Matthijs, dan mag je ook aanschuiven. Ik ga eens een keer proberen. Oké, hey, succes hè. Goed, dankjewel. Hallo, ik ben Matthijs. Ik sta hier vandaag ook als lasser. En wat doen jullie eigenlijk met jullie bedrijf? We zijn een online bedrijf. De installatie, techniek en elektriciteit. Oké, leuk. Ja, weet je wat het is? Ja, ja, met elektriciteit en zo. Of precies. Ja. En installatie, techniek. Dus met leiding en zo en loodgieter en spark ook. Ja, precies. Heel goed. En wat kun je hier doen dan? Ja, nou, ik kan een spelletje doen. Oké. Sluipsteen plakken. Ja, snel jij. Rondschaar. Ja, schroevendraaien. Yes. Stuptang. Ja. Ja, ja. Ja. Zo, we staan hier bij Willemsen. Staal constructies van compleet bouw, toch? Helemaal goed, klopt. En ja, daar zijn deze handen van, als ik het goed heb. Ja, dat is goed. En wat doen jullie hier eigenlijk voornamelijk? We maken staalconstructies. Oké. Dus dan denk je voornamelijk die handen daar? Daar is de productie. Ja. Daar worden de balken van staal op maat gezaagd. Ja. Gaatjes ingeboord en dan staan mensen die daar platen aan lassen en dan heb je een bouwpakket. Ja. En in deze, is dat dan gewoon opslag? Of? Dit is opslag en hier worden materialen ingeladen. Okay. In deze hal worden materialen geladen. Oké, okay. Interessant. Een groot bedrijf dan. Ja, zeker. Ja. Als je aan de staalconstructie denkt, wat denk je dan aan? Ja, constructies voor, ja, zoals deze handen ja. Of zo. Als je hier naar boven kijkt, al dat blauwe staal, ja, dat is dus wat wij maken. Ja. Ja. En dat brengen we over heel de wereld. Okay. Dat is leuk, hè? Ja. Heel speciaal wat wij doen. Zeker. Welke landen denken we dat wij naartoe gaan? Ja, grotere landen denk ik vooral. Kleintjes. Ja. Wat ik voor het noemen? Aruba, Curaçao, Bonaire, Panama, Colombia, Sint Maarten, daar zijn we ook momenteel bezig. Best wel een stukje weg, hè? Ja. En wat wil je nog weten? Ja, dat was het eigenlijk. Ja? Ja. Helemaal goed. Ja, bedankt voor jullie tijd. Ja, je ook bedankt. En leuk dat jullie dit zo organiseren. Vinden wij ook. Ja, graag gedaan. Ja. We zien het wel tegemoet. Ja? Ja. Ik ben Matthijs, ik sta hier zelf ook met lassen. En jullie zijn dan BNC-tools? Jazeker. Heb ik het zo? Kijken jullie
Ja, dat hebben we vorig jaar gedaan. Okay. Hoeven die al heel lang bestond. Ja. En BSC ook uiteraard. Om samen te gaan proberen het nog sterker te zijn. Ja. Hier zie je een magneetboor. Hieronder heeft ze een grote magneet. Ja. Een schakelaar. Dan kun je de magneet aan- en uitzetten. Zodat als je hem wil verplaatsen, dan kun je hem makkelijk verplaatsen. Hier de hendel. Je kunt hem naar beneden doen natuurlijk. En dan gaat dit hele ding gaat mee naar beneden. Het is heel handig als je onderweg iets recht naar beneden moet boren. Gereedschapskar hebben ze natuurlijk ook. Dit is dus het eigen merk. Eggenberg. En Kean. Dat is eigenlijk al het snoer- en accugereedschap, zoals je ziet. Zuiptollen, boormachines. Laser. Hier staat dan nog een klein lasapparaat van Eggenberg. Elektrolaspraatje, heel klein. Je ziet, dit is mijn hand en dat is het lasapparaat. Dat is echt een klein ding. Het is echt apart dat ik al als ze nog. Zo, dan gaan we nog even verder kijken. Matthijs, kan ik jou helpen, jongen? Nee, mij niet, man. Oh. Super cool. Dankjewel. Hoi. Ik ben Matthijs. Ik sta er achter naast de groot. Daar doe ik nu maar aanlassen. Ja? Maar ik wil ook een keer flink wel lassen proberen. Ik ben hier, heb ik gehoord. De lashelm zoals je hem al meer op hebt gehad, alleen hier zit een camera in. Okay. Dus je weet hoe je hem aan moet zetten, of op je hoofd moet zetten. Je hebt er straks al waarschijnlijk al lastoorts in je handen gehad, nou, die heb ik hier ook nog eentje. Oh, ja. En die heeft QR-codes, dus als je zodra de camera ziet dat je die QR-codes in beeld komen, dan krijg je hier een staalplaat en de lastoorts op. Okay. Ja? De helm laag. Dan zal ik iets lager zetten, jij moet starten. Nou, dat hoeft niet. Beter? Nou, en waar? Nou, kijk, we maken de staalplaat van het blauwe puntje is de start. Alles moet groen zijn. En je gaat, je drukt je las en tussen de gele stiplijn moet jij je las geven. Mag je dat ook? Probeer maar. Dan mag aangepast worden, maar dit is een keer. Kijk, dit is jouw las. Ja. Hier zie je jouw analyse van jouw las. Oh ja. Jouw werkhoek is goed. Zo, eerst tijd voor pauze, lekker wat drinken en een broodje. Ik heb gewoon een beetje gedaan, maar niet echt veel. Dat denk ik ook. Sick.
Ik ga er vanaf komen, niet? Ja, dat denk ik ook wel. Oh nee, hij gaat een vijfje. Dat is goed. Ja, dat is goed. Ja, dat is goed. Ja, dat is goed. Ja, dat is goed. Het werkstuk. Eentje hoort natuurlijk, moet je een doorlast maken en zwaailast overheen. Maar de apparaatje om hem precies goed neer te zetten, ja, die heb ik hier niet. Dus ik doe gewoon twee hoeklassen met drie lagen erin. Nu zit er één laag in, dan ga ik nu de andere lagen er ook even in bakken. Daar is hem, de drie laag glas. Ja, dit hier ziet er goed uit. Hier zou denk ik met je arm een beetje in de knel kwam. Dat zou je hier nog een keer doen. Zou ik dit nog beter zien? Dat ziet er zeker goed. Want dit stuk hier ging echt goed. Zo, het was een leuk dagje. Het was heel erg warm weer. En daardoor ben ik eigenlijk vergeten een auto te maken. Dus dan doe ik het thuis maar even. Ondanks het warme weer waren er wel wat bezoekers gekomen. Het waren er niet heel veel, maar het waren er wel leuk veel. Dus ik kon ze eigenlijk allemaal wel spreken. Ik vond het een leuk dagje. Ik heb het aangenaam mijn zin gehad. Ik heb aan veel mensen mijn kunst kunnen laten zien. En daar ben ik wel blij mee. En ze vonden het ook allemaal heel erg mooi wat ik maakte. En er was veel interesse voor de pick-up, zoals jullie zagen. Dus ja, dat vond ik wel mooi om te zien. En dat was hem dan. Deel zo'n video. Hopelijk vond je mijn video leuk. Like erin en abonneer. Tot de volgende keer.